Het is dinsdag 11 januari. Dit is Uitgesproken EO. Wat zat er in rook en roet bij Brandmoerdijk? Omwonenden reageren op uitkomst van onze gifmeting. Kinderen dupe van IND-beleid. Goedenavond. Geruststellende woorden vandaag van het RIVM. Na de brand in Moerdijk is weliswaar giftige dioxine aangetroffen, maar niet in verontrustende hoeveelheden. Kunnen de omwonenden nu opgelucht ademhalen? Dat is nog maar de vraag, want nog lang niet alle meetresultaten zijn bekend. Zo kon het RIVM nog niet zeggen of het gewas in de omgeving van Moerdijk besmet is. En zijn de speeltuintjes waar kinderen in spelen wel veilig? Verslaggever Jos de Jager ging op onderzoek uit, nam een aantal monsters en liet die onderzoeken in een laboratorium. Moerdijk, gisterenavond. Op het terrein van Chemiepak is het onderzoek nog in volle gang. Bijna een week na de enorme brand op het terrein nemen de onderzoekers nog geen enkel risico. Logisch, want bij de enorme brand van vorige week woensdag zijn schadelijke stoffen vrijgekomen. De mannen in pakken staan in schril contrast met de omliggende gemeentes rondom het bedrijf. Daar is op het oog niet veel meer van de enorme ramp te merken. Of toch wel? We nemen op vier plaatsen de proef op de som. In Strijsas, Mookhoek, Dordrecht en Hendrik Ido Ambacht nemen we monsters van roetdeeltjes van dakramen en scheppen we zand uit zandbakken en halen we gewas van het land. Om dit later door de lab te laten onderzoeken op eventuele schadelijke stoffen. We hebben een afspraak met bioboer Jan Schouwenburg. Hij verbouwt in Strijensas van alles op zijn land, van kool tot spruiten. Hij wil graag meehelpen met onze steekproef. Goedendag. Hallo, hoi. Goedendag. We hebben even van tevoren gebeld. We komen wat groenten meenemen eigenlijk om te laten testen in het lab of daar roetdeeltjes op zitten. Prima, ik zou zeggen, ga je gang. Ik ben heel benieuwd naar de uitslag. Dus even afwachten. Ja, want u heeft wel roetdeeltjes op uw terrein gevonden? Nou, alleen op een witte auto die we hebben, daar hebben we wat roetdeeltjes gevonden en die op de gewassen. Maar ja, het is toch hier ook wel neergevallen. En de vraag is ook, wat zit er in die roetdeeltjes? Zit er een gevaarlijke stof in of niet? Ja. Dat is even de vraag. Want je wilt toch aan de consument een goed product afleveren. Dan heb ik een koffertje bij me met alle spullen. Oh ja. Als u hem even vasthoudt, dan klik ik hem even open. Ja. Oké. Kijk. Spannend. Met de handschoentjes, het is me allemaal door het lab verteld. Ja. Gewoon de plukken? Ja, je kunt ze eraf plukken. Ja hoor. Net als vroeger, hè? Alles met de hand geplukt. Gewoon zo? Ja. Nou, ik heb ze, de spruitjes. Ja. Een stuk of 10, dat moet genoeg zijn, lijkt mij. Ja, als je hierop zit, dan zit het overal op. De drassige grond met wat blad wat er afgevallen is. Nou, we gaan het testen in het lab. Ja, ik neem het koffertje van u over. Ja. Klikken we weer dicht voor de volgende roetdeeltjes. En zodra we uitslag hebben, hoort dit van ons. In Mookhoek bevindt zich basisschool De Boemerang. Het plein van de school lag ten tijde van de brand precies onder de enorme rookkolom. Samen met de directeur bezoeken we de zandbak. Volgens mij zien we dan al wat roetdeeltjes. Ziet u al wat? Of zit ik me nou gewoon mezelf? Nou, volgens mij niet hoor. Is dit degene? Ik zie het niet. Dat zou kunnen. Dit zijn toch wel roetdeeltjes? Dat zou kunnen. Ja. Kijk. Zijn er wel meer hoor? Ja, ik hoorde eigenlijk van de kinderen in de klas toen we vanmorgen begonnen ook dat er van die vonken naar beneden kwamen. Dat is dat, hè? Ja. Uit Hendrik Ido Ambacht krijgen we een bezorgd telefoontje van Karin Strien. Ze heeft roetdeeltjes op haar dakraam en in haar kruidentuintje. Ze wil het graag laten testen. Nou, dit is lavendel. Het is rozemarijn. Rozemarijn, oké. Ja. Zullen we dat maar gewoon... Pak nog even wat meer voor de zekerheid. Ja. Ja, ik ben wel je tuintje aan het vernagelen, maar ja, als er roetdeeltjes op zitten, dan is het toch wel weten wat erin zit. Wanneer kwam je erachter dat er van die roetdeeltjes hier op het raam zaten? Mijn moeder belde zondag van je moet naar Rijnmond luisteren, naar Radio Rijnmond, want kinderen mogen niet buiten spelen. En mijn dochter zat hier te computeren en die zei van, ja mama, hier ligt ook van alles op het dakraam. Er zitten ook wel blaadjes in. Ja. Ja.
Inmiddels is het donker geworden en zijn we aangekomen in Dordrecht bij de familie Kieboom. En die hebben ook roetdeeltjes op en om het huis gevonden. Zo, ja. Nou ja, de roetdeeltjes liggen hier dus duidelijk. Op dat riggeltje daar? Ja. Oké. En wanneer kwam je erachter dat die roetdeeltjes hier liggen op het raam? Ja, donderdag. Toen het weer licht was en regende, toen werd dat duidelijk. Ja. Ook bij de familie Kieboom nemen we roetdeeltjes mee. Vandaag zijn we met de monsters richting laboratorium Novalab in Schiedam gegaan voor een kort en bondig onderzoek. Jos Jaren, goeiedag broer. Officieel moet het laboratorium dagenlang onderzoek doen, maar voor ons willen ze met een kleine slag om de arm wel alvast de resultaten bekendmaken die na een paar uur onderzoek te zien zijn. Er zijn vooral in de zandbak schadelijke stoffen gevonden, zoals minerale olie en mogelijk chloorhoudende verbindingen. Die hebben vaak de eigenschap om toxisch te zijn. Chloorhoudende verbindingen worden vaak gebruikt in pesticides en dergelijke. Dus je kan ervan uitgaan dat dat toxisch is. Ja, en wat betekent dat dan? Dat je er niet mee in aanraking moet komen. Omdat dat giftig is en dus dat je gezondheidsschade kan oplopen. Ook de minerale olie die ik aangetroffen heb is aardig hoog. Je praat over grammen per kilo wat aanwezig is. En dat, ja, dan praat je al over een bodemverontreiniging echt. Nu is het monster genomen aan de toplaag van het zand, dus niet het hele zand zal zo zijn. Maar als je aan de toplaag kijkt, dan praat je al over eigenlijk een zware bodemverontreiniging voor dat kleine stukje. Ja. En zullen de mensen zeggen van ja, wie zegt het nou dat het van hier ook is van Moerdijk? Want er kan ook wel een auto eventjes langs gereden zijn. Dat is altijd moeilijk te zeggen, maar we hebben een referentie en dat is wat stof wat je genomen hebt elders in het gebied. En daarin zie je eenzelfde patroon. Dus je zou eens kunnen aannemen dat het zo is. 100% zeker weet je het nooit, maar het is wel aannemelijk. In het kruidentuintje is weinig tot niets aangetroffen. En ook bij de familie Kieboom is het een kwestie van ramen wassen. Maar voor bioboer Jan is het schrikken. Bij hem is iets meer gevonden dan alleen wat roetaanslag. Zijn zoon neemt het slechte nieuws in ontvangst. Hij heeft ernaar gekeken en ja, dat blijkt uit dat die spruikers kunnen beter gewoon weggegooid worden. Ja, dat dacht ik ook. Ja. Hoe gaat je vader vertellen vanavond? Dan bij het eten. Want je vindt het wel moeilijk, denk ik. Ja? Ja, maar ja. Het is niet anders. Ja, okay. Voor de school is het advies zand en eventueel de zandbak vervangen en het plein en de speeltoestellen grondig schoonmaken. Ja, dat zand, kijk, dat verversen we ieder jaar toch. Alleen zal dat nou eerder gebeuren. Ja. U gaat ermee aan de slag? Dat gaat gelijk gebeuren. Ja. Ik zal met de gemeente contact opnemen over het schoonmaken van het plein. Ja. Want ik denk dat dat wel moet. Ja. Toch, als ik dat zo hoor. Nou ja, in ieder geval dat u dat gevoel heeft van nou, de kinderen kunnen weer veilig buiten spelen. Ja, zo is het ook. Lijkt me belangrijk. Ja, lijkt me eigenlijk ook. Okay. Jos de Jager op onderzoek. Een ander onderwerp nu. In Uitgesproken EO het verhaal van de ontwrichte families Safi en Van Oudenaarde. De moeders verblijven noodgedwongen in het buitenland omdat de immigratiedienst niet wil dat ze herenigd worden met hun gezin in Nederland. Voor de kinderen is het een nachtmerrie. Ze missen hun moeder enorm. Bij de familie staan symbool voor duizenden andere verscheurde gezinnen in ons land die hetzelfde meemaken. De vraag is nu of de immigratiedienst IND wel voldoende rekening houdt met de belangen van kinderen bij het afgeven van verblijfsvergunningen. De reportage is van Sandra Lobby Poppenk. Oh, Emmanuel, mis jou, ja? Mama, gaan voor jou. Ik wil je blijven met jullie, maar is probleem. Ja, is moeilijk voor mij. Want jij bent niet hier. Ik hou van jullie, ja? Ja, we houden ook van jou, schat. Ja, dat is een ding. Dat is een ding. Want de mama hier komt, we zijn ook verdrietig. Wat we nu zien in elk geval is dat er duizenden verscheurde gezinnen zijn en duizenden kinderen die hun ouder moeten missen.
Je kan zonder enige terughoudendheid zeggen dat het gezinsmigratiebeleid kinderrechten schendt. Want het houdt namelijk geen rekening met kinderen. En dat moet volgens het kinderrechtenverdrag. En die regels over het recht op gezinsleven, die worden steeds strenger in Nederland. Het is Nederland. Wij wonen hier met papa en mijn broer en mijn zus. Hier is Pakistan. Mijn moeder is daar alleen. Mijn moeder mag niet naar Nederland komen. Dat is mijn mama. Vader Safi ontvlucht Afghanistan. Hij is zijn leven niet meer zeker omdat hij samenwerkt met westerse autoriteiten door mijnen te ruimen. De Taliban waren uit op wraak. Als hij bij het generaalpardon een verblijfsvergunning krijgt, mag hij eindelijk zijn 8 kinderen laten overkomen. Zijn vrouw mag niet mee, omdat ze eerst een inburgeringsexamen moet doen. Maar zij is analfabeet en spreekt alleen Pashto. Dat examen haalt ze dus nooit. Ondertussen wonen de kinderen bij hun vader in het Hollandse Vianen. Ze ontbijten alleen, want hun vader is al voor dag en dauw aan het werk. Dit is uw werk? Ja, dit is het werk dat ik project reclame zorg. Ja, naar de reclame naar werk schoonmaken. Voor mijn kinderen is echt moeilijk, zonder moeder. Ik werk. Ik kom terug naar school. Ik ga school maken, eten maken. Ik kan niet maken huiswerk, omdat mijn moeder niet hier. Ik mis mama, ik ben verdrietig. Ik is het goed deze, ik vind werken deze. Ik verdrietig echt, echt weer. Als ik mama hier dan ga een kus geven en knuffel. Als ik kijk, mis veel mama, het is de middag en de hele dag ik ga hard huilen. Op een dag als vader aan het werk is, lezen de kinderen een brief van de Nederlandse Immigratiedienst, de IND. Daarin staat dat hun moeder niet naar Nederland mag komen. Ze raken totaal in paniek. Als Safi thuiskomt, willen ze hun vader zelfs niet binnenlaten. Safi zit met zijn handen in het haar. Hij alarmeert jeugdzorg. Sindsdien staan de kinderen onder toezicht. Dat men het dus op de kop toeneemt dat 8 minderjarige kinderen onder de jeugdzorg moeten komen, alleen omdat de moeder het inburgersexamen niet, in het buitenland niet gehaald heeft. Hoe ver Nederland daarin gaat. Maar zo'n inburgeringsexamen helpt haar toch juist om te integreren in Nederland? Maar als integratie echt het doel zou zijn waarom we dit beleid zo toepassen, dan zou je ook de vraag moeten stellen: is de integratie van die 8 kinderen van deze moeder in Nederland, hè, die hier legaal zijn, is die echt gebaat bij het feit dat ze nu onder de jeugdzorg staan? Of zou de integratie van die kinderen niet beter verlopen als ze in een volledig gezin met de vader en de moeder hier waren? Elk jaar vraagt Calle van Oost van Defence for Children na hoeveel kinderen en ouders niet bij elkaar mogen wonen. De IND geeft telkens deze jaarcijfers. Maar als uitgesproken EO de cijfers controleert, blijkt dat ze helemaal niet kloppen. Nou, ik was ontzettend verbaasd en ook wel boos dat er bij het hele gezinsmigratiebeleid gewoon totaal niet op kinderen wordt gelet. En dat zie je nu letterlijk. We tellen ze niet, ze zijn er niet. De immigratiedienst registreert hoeveel kinderen in het buitenland niet bij hun ouders in Nederland mogen wonen. Dat waren er in 2009 ruim 3.500. Maar dan heb je ook buitenlandse ouders die niet bij hun kind in Nederland mogen wonen. Maar dat blijkt de IND helemaal niet bij te houden. Dat moet om een hele grote groep gaan, omdat wij bijna wekelijks wel een kind spreken die dit meemaakt, of een advocaat van zo'n kind. En we hebben de indruk dat dat cijfer wel eens hoger zou kunnen zijn dan het aantal kinderen dat de gezinshereniging vraagt. En dat is ook precies de reden waarom de overheid zelf niet in die cijfers geïnteresseerd is. Want dan maken ze een probleem zichtbaar dat ze liever niet zichtbaar hebben. Ja, we missen jou heel erg, lief. Ja. Ja, ik mis die mannen wel, ja. Mama mis jou, ja. Ja, ik mis jou ook. Ja, oké. Okay. Mama gaat voor jou, hè? Ik hou ook van jou. Nou, dat ik je zo mis, dan wil ik dat je ook nog hierheen komt. Mama, ik wil blijven, ja, ma. Papier, ik heb een probleem met papier en... Wat
Wat heb je nou aan papier? Ja, wat heb je nou aan papier, man? He? Ik snap er helemaal niet van. Zonderlijk voor mama, ja? Dat is voor ons allemaal moeilijk. Hè? Ja. Nou, mama woont heel ver weg. En wij wonen hier in Nederland. En dat vind ik stom. En mama woont waar dan? In Afrika. Frank leert zijn vrouw Joyce in Nederland kennen. En samen krijgen ze een kind. Omdat Joyce illegaal in Nederland is, reizen ze naar Ghana om daar te trouwen en een verblijfsvergunning aan te vragen. Maar dan gaat het mis op Schiphol. Toen werden we ineens uit de rij gehaald door de marechaussee. Toen kregen we een brief dat mijn vrouw 2 maanden gevangenis in moest. Door een... ze heeft een fout begaan in vroeger. Ze heeft op iemand anders zijn papieren gewerkt. En dat mocht niet. Dat is ook verkeerd van haar. Maar ze wordt nu daar enorm door gestraft. En wij ook, want ze mag Nederland nu niet meer in. En hoe kan ik dat mijn zoon uitleggen? Joyce moet Nederland verlaten en komt er ook niet meer in. Emmanuel ziet zijn moeder alleen tijdens vakanties. De situatie is uitzichtloos. Zijn moeder mag Nederland pas weer in, 5 jaar nadat ze haar straf heeft uitgezeten. Maar zij kan simpelweg die straf nooit uitzitten, omdat ze Nederland niet in mag. Lukt bij mami? Ja. Oké, goed zo. We zijn nu bezig om een nieuw proces op te starten. En wij willen van jullie ook een advies daarin. Dus alles is in orde, behalve dat de moeder ooit vals papieren heeft gebruikt, omdat ze in een onmogelijke situatie zat en op geen enkele manier aan werk en geld kon komen. Ja. Dat is wel een heel zware straf. Waarom kunnen jullie niet als gezin in Ghana wonen? Het is daar geen land voor ons. Ik bedoel, wij zijn hier, wij wonen hier. Emmanuel is helemaal vernederlandst. En wat moet hij daar nou gaan zoeken dan? Behalve dat zijn moeder daar is. Dit gaat om een Nederlandse man, een Nederlands gezin. En ik zou niet weten waarom dat een Nederlands gezin niet in Nederland mag wonen. Wat zegt dat eigenlijk als je dat zegt over hoe serieus je niet alleen de Nederlandse nationaliteit van het jongetje neemt, maar ook zijn recht om in Nederland op te groeien en een Nederlandse identiteit te ontwikkelen? Vandaag is een spannende dag voor de familie Safi. Ze gaan naar de rechtbank. Vluchtelingenwerk brengt hen naar de advocaat. Goedemiddag. Hallo. Hoi. Sarah. Hoi. Hoi. Hallo, goedemiddag. Ja. Zo, zenuwachtig? Ja. Een beetje wel? Ja. Nou, hoort er ook bij. Ja. We gaan zo naar binnen. Gaan we aan de rechter ons verhaal uitleggen. Ja, goed, ja. 2 dingen. Kan dat inburgeringsexamen wel? En vooral, moet mama niet naar Nederland komen omdat het voor de kinderen een stuk beter is? Ja. Zullen we dat maar gaan doen? Goed. Ja? Ga je mee? Ja. Uitgesproken EO mag filmen tijdens de zitting. Zolang we de advocaat van de immigratiedienst maar niet in beeld brengen. De kinderen hebben last van het gemis van hun moeder. Vooral de jongste kinderen huilen veel omdat ze moeder missen, hebben moeite met inslapen en hebben nachtmerrie concentratieproblemen als gevolg van emotionele problemen en de zorgelijke thuis. De kinderen zijn bang dat moeder iets overkomt en ze niet terugkomt, te meer omdat ze bomaanslagen zien op tv. Ik concludeer dat de afwezigheid van moeder grote invloed heeft op het welzijn en de gezondheid van de kinderen. Dit zijn belangen die mee moeten worden genomen in de besluitvorming van Verweerder. Verweerder heeft dit volgens mij niet, of in ieder geval onvoldoende gedaan. De bescherming van het gezinsleven, in het bijzonder van kinderen, is verweven in het hele Nederlandse vreemdelingenbeleid. En is in zoverre dus ook niet in strijd met wat mijn geachte tegenpleiter daarover naar voren heeft gebracht in zijn eerste termijn. De IND zegt dus dat ze voldoende rekening houdt met kinderen bij het afgeven of het weigeren van verblijfsvergunningen. Maar volgens professor Groenendijk loopt de IND achter. De afgelopen jaren zijn er nieuwe Europese wetten en richtlijnen bijgekomen. IND gaat voort om wat ze traditioneel de afgelopen decennia altijd gedaan hebben. Dit zeggen, we hoeven geen individuele afweging te maken. Ja, dat is omdat ze nog moeten wennen aan wat die nieuwe regels betekenen. Maar het staat met zoveel woorden in die richtlijn, heeft mevrouw Verdonk namens Nederland ondertekend. Je moet in elk individueel geval naar de belangen van de betrokkenen kijken. Je moet in elk geval kijken, is het proportioneel?
Ja, hij ziet er aan de buitenkant ziet hij er heel gelukkig uit, maar hij is heel erg zenuwachtig. Ja, hij plast nog veel in zijn broek. Ja, hij wordt vaak 's nachts gillend wakker en dan zegt hij van mama, waar ben je? En hij hangt ook heel erg aan mij en aan mijn moeder. Vraagt hij van, vinden jullie mij nog lief? En ja, hij denkt soms dat de situatie zijn schuld is. Ik sta af en toe met mijn rug tegen de muur. Ik weet niet wat ik hem nog moet vertellen. Ik kan hem niet beloven dat zijn moeder ooit nog hier komt. Vandaag is het zaterdag en heeft Frank tijd voor Emmanuel. Ze gaan graag vliegtuigen kijken op Schiphol. Maar door de week werkt hij lange dagen. Oma past dan op Emmanuel. Mijn moeder wordt ouder. Ze zorgt heel goed voor Emmanuel. Maar ja, ze kan het af en toe ook allemaal niet aan. En ja, mijn vrouw die zou dolgraag hier voor hem zorgen. En ook aan het werk gaan. Maar waarom mag dat niet? Waarom mag ze niet hier bij ons zijn? En mijn kind opvoeden? Want dat zou het allerbeste zijn. Wie is dat? Dat ben ik en mama. In Frankrijk is een hele duidelijke regel die al sinds 1945 in de Franse vreemdelingenwet staat, dat een niet-Franse ouder die zorgt voor een Frans minderjarig kind niet uitgezet kan worden zolang die ouder daadwerkelijk ook voor dat kind zorgt. Wij zijn heel erg gewend aan geen aandacht te besteden aan die rechten van kinderen. Dus wij moeten een veel langere weg afleggen om die rechten serieus te gaan nemen. Dan wordt een kind een ticket om in Nederland te blijven. Ja, zo ziet de IND dat, of stelt de IND dat. En dat is typisch in de zwart-gewit gedachte, hè, dat het alles of niks is. Onder de nieuwe Europese regels is een belangenafweging vereist. En dat wil dus zeggen, het hoeft niet altijd, maar het is zeker ook niet zo dat hij hem nooit krijgt. Goedemorgen, jongens. Terug bij de familie Safi. De rechtszitting zit erop en over 2 weken horen ze hoe de rechter oordeelt. Ze leven dagelijks tussen hoop en vrees. Voorlopig kunnen de kinderen hun moeder alleen via de telefoon spreken. Als je dan kijkt naar de plannen van de regering, dan wordt het dus nog strenger. Ook voor kinderen, daar kan je van op aan. Want al die regels die treffen ook kinderen. Dus kan je verwachten dat het gewoon heel erg moeilijk gaat worden voor kinderen om hier nog met hun ouder te kunnen wonen. Ik wilde dat jij op mijn verjaardag zou komen. Ja. Tell him I wish that it's possible like that. Immigratieminister Gertleers, die verantwoordelijk is voor de IND, liet weten niet te willen reageren op deze reportage. Wij zijn uitgesproken. Morgen het woord aan de collega's van WNL. Voor nu nog een heel goede avond.